Welkom bij de live Q&A met Noeser en Klaas. Juist. We gaan beginnen. Ja toch? Jij mag beginnen. Zal ik de eerste vraag stellen? Ja toch? Doe je ding. Wie wint het WK? Dat is een vraag van Tijmen. Ja. Voor de groepfase zou ik zeggen Marokko. Maar die zijn er jammer genoeg uit nu. Ik denk zelf. Ik ga voor Frankrijk, maar. Ik denk ook Frankrijk, ja. Of Kroatië misschien. Nee, ik denk Frankrijk. Ja, ze denk hebben, je? Ze hebben echt een topteam. Oké. Okay. Zou je ooit trainer willen worden na je voetbalcarrière? Ik weet niet of ik echt trainer zou willen worden. Aan de ene kant lijkt het me wel leuk om trainer te zijn, maar ja, zoveel gezeur ook van mensen die het allemaal beter weten. Dus ja, ik zou het nog niet weten. Nee? Nee man. Jij? Ja, kijk, mijn carrière gaat pas beginnen, weet je. Jouw carrière is al... Is ook pas begonnen, man. Ja, pas begonnen? Ja, ja, kom op daarmee. Oké, nou dan gaan we naar de volgende. Wie heeft de slechtste muzieksmaak van de selectie? Maar ik hou sowieso niet van echt die puur Hollandse muziek. Huh? Echt die André Hazes en zo. Wie draait u dan nou? Ja, gewoon Karel, Kai en zo. Maar ik denk toch echt nog slechter dan dat is denk ik Lassa, maar... Hard rock. Ja, daar hou ik echt niet van. Ik snap ook niet hoe hij daarvan houdt, maar... Nou, soms voor de wedstrijd zo'n harde is wel een keer. Nee. Ik hou meer van rap en zo. Kijk, wie was je voorbeeld toen je klein was? Mijn voorbeeld toen ik klein was... Van Basten en Gullit. Speelde toen in het Nederlands elftal. En daarna eigenlijk... Kluivert en Bergkamp. Dat is toch? Zijn goede spelers? Ze zijn zeker goede spelers. Ik heb hier een vraag van Loopna. Die heeft interesse in je, denk ik. Ja. Want ze vraagt, heb je een vriendin? Hoe bedoel je interesse, Pik? Ja, anders vraagt hij niet over je vriendin. Nee, maar ik ben nog single. Single life. Dus Loopna heeft nog kans? Ah, je hebt nog kans. Ja. Alle meiden die dit zien, hebben nog kans. Hij is vrij. Even kijken. Een vraag van Robin. Ook betrekking tot mij. Welk advies zou je mij willen geven voor de rest van mijn carrière? Dat is een moeilijke vraag. Allereerst... Niet die politieke... Nee. Ik ga je heel goed advies geven. Okay. Allereerst elke dag gewoon alles geven. Dat is... Standaard. Dat is, nou, standaard is het lijkt standaard, maar het is niet standaard. Omdat het gebeurt niet altijd. Maar het maximale eruit halen elke dag en uiteindelijk stapje voor stapje hoog komen eigenlijk. Dat is het belangrijkste. Niet te grote stappen nemen, want als je stap neemt, dan val je. Je weet hoe het gaat in het voetbal. Soms kan het snel gaan, toch? Grote stappen maken. Je kan niet zeggen tegen de trainer, dit is een te grote stap, ik ga wel verbanken of iets. Nee, niet zo. Als je gaat spelen, dan ga je spelen en je zit ergens. Maar ik zou niet van Ajax gelijk naar Barcelona gaan. Oh, je bedoelt, ik snap het. Een tussenstap, zodat je in het buitenland laat zien in een middelteam, zeg maar. Ja, en dat je dan uiteindelijk ergens binnenkomt als de baas. Ik snap wat je bedoelt. Oké, het is wel een rare vraag. Niet rare, maar moeilijk denk ik. Wie spelen die het vaakst bloed onder je nagels vandaan haalt met irritante grappen? Wie is de speler die het vaakst bloed onder je nagels vandaan bij Ajax? Ik weet niet. Ik denk het wel. Staat er niet bij. Eigenlijk hebben we niet zo heel veel irritante jongens. Nee, ja. Nee, hebben we niet zo... Ja, wie maakt de meeste grappen? Misschien Donny van de Beek toch wel. Donny is wel... Donny houdt wel van een beetje strijd. Dus ik denk dat ik Donny van de Beek zou noemen. Ja. Wie zou jij noemen? Wie zou ik noemen? Ik vind deze groep gewoon relaxed. Zou je Dani noemen misschien? Dani, af en toe is hij toch wel een beetje irritant hoor. Hij is weer bezig. Ja, hij is weer bezig. Hij is weer bezig namelijk. Jij bent P. Oh, ben ik.
speel je Fortnite en ben je er goed in? Ja, ik speel toevallig Fortnite, maar of ik er goed in ben, zijn de meningen over verdeeld. Ik vind zelf wel dat ik er goed in ben, maar met de jongens met wie ik speel zeggen dat ik slecht ben, maar daar klopt niks van. Ja, oké. Okay. Het is een moeilijk spelletje. Ik weet niet, speel jij het of je kinderen? Nee, mijn kinderen spelen het wel. Ik heb het zelf nog nooit gespeeld. Klein iPadje, man. Ah, oké. Okay. Ja. Ik heb het zelf nog nooit gespeeld, maar ja, ik wil het wel een keertje doen gewoon. Kijken hoe het gaat. Oké, okay, dan moet je hier eentje uitpikken. Ja. Even kijken. Wanneer gaat die baard eraf dan? Ik weet het niet, man. Ik vond het wel leuk om een keer te laten staan. Ik zie dat jij ook bezig bent. Ja, maar het lukt niet echt, man. Ja. Is even, toch? Ik ben nu ben in die voorbereiding. Ja, dus hij gaat er ongetwijfeld weer een keer af, maar nu nog niet. Even kijken. Wie is je lievelingsspeler in het algemeen? Doe je daarmee? Van iedereen die. Van iedereen? Ook ja. Vroegere spelers en zo. Ja. Ja. Ik ga dan wel voor Zizou. Heb je die nog zien spelen? Zinedine Zidane, ja. Ja, niet echt. Niet, hoe bedoel je zien spelen? Ik was zo. Hoe oud was ik? Echt nog heb zien spelen? Nee, wat live wedstrijden en zo. Ja, dat je nee, gewoon. Nee. Gewoon. Je gaat op YouTube, ga je een beetje skills kijken van Ronaldinho of van Messi. Kwam ik op een dag opeens bij Zidane. Mm-hmm. En toen ik hem zag spelen, ja. Ja, wel mooi. Mooie speler. Ja, echt zeker weten. Even kijken, vraag van Paulinho, 1231. Klaas, is dit jouw club waar je carrière gaat eindigen? Het ligt aan de ene kant wel voor de hand, maar ik weet niet hoe lang ik nog door wil voetballen. Ja, hoe lang wil je eigenlijk nog door voetballen? Wat is jouw... Ja, tot ik het niet meer leuk vind. Dus, ja, vind je het nog leuk nu? Ik vind het nog wel leuk, ja. Ik heb het nog naar mijn zin, dus okay. Ik voel me nog goed, ben nog fit. Weinig problemen met mijn lijf. Ja, je bent wel fit. Ik kan wel dus, wat fitter, maar je weet toch? Voor je leeftijd ben je nog zeker fit. Even kijken. Uittenu of thuistenu? Dat is een vraag van Milan. Mama, ik zal je even helpen, het windje. Ja, toch? Ja, perfect, man. Doe je goed, man. Thanks, man. Wat vroeg je? Uittenu of thuistenu? Wat is dit nou voor vraag, man? Ja, uittenu of thuistenu? Van dit van seizoen? Ja, Milan vraagt het. Misschien ben je niet tevreden over de vraag van Milan. Ja, weet je wat, het is wel een... ja, wat zal ik zeggen? Welke vind je mooi? Ik kies dan voor uitenu. Uitenu? Ja, zwart vind ik mooi. Zwart met goud is wel mooi. Hier staat Euroleague of kampioen worden. Wat, Euroleague? Ja, of kampioen. Wat is Euroleague? Europa League? Ja. Kampioen worden, man. Op dit moment, zeker weten. Wat zijn je doelstellingen voor dit seizoen? Doelstelling is eerst Champions League bereiken, of in ieder geval eerst de ronde doorkomen, dan die volgende wedstrijd weer. Kampioenschap. Een kampioenschap, hè? Ja, moet echt weer gebeuren, man. Er is geen tijd meer voor grapjes. Wat vind je van de komst van nieuwe speler, Tadic? Ik weet niet, ken je hem al? Tadic is... Ken je hem al? Ja, ik ken hem van Groningen, van Twente. Oh, je hebt dus al met hem gespeeld? Niet met hem. Oh, wat dan? Gewoon... wat dan? Ik denk dat... ik weet niet of ik tegen hem gespeeld heb. Volgens mij ook niet. Volgens mij kwam hij later toen. Ging hij naar Groningen. Oké, okay, ja, maar oké, okay, je hebt wel meer van hem gezien, denk ik. Ja, goede, mooi linkerbeen, goed schot,
kan assist geven, doelpunten maken. Dus ik denk dat het voor ons een hele goede speler is. Ja, ja, dat is ongevoerd te koken, ja. Even kijken. Welk rugnummer zou je in de toekomst willen? Ja, ik weet niet. Ik ben met, nog doorgebroken. Ik ben met 40 begonnen. Ik wil denk ik nu ook 40 gewoon houden voor dit seizoen. Ja, maar ik heb niet echt een lievelingsnummer. Misschien 21. 21? Ja, 21. Waarom 21? Waarom? Ja? Gewoon, ik weet niet. Ik vind het een mooi nummer. Ja, 21. Klaas, wat is je mooiste club na Ajax? Ajax is natuurlijk jouw mooiste club. Ja, Real was ook fantastisch. Lekker voetbal, groot stadion. Ik bedoel gewoon van wat is in jouw hart, tweede plek? De Graafschap, daar ben ik begonnen. Dus eerst Ajax en dan de Graafschap? Ja, Graafschap is wel de club wat dichtbij was. Weet je. Dus, daar ging ik kijken vroeger. Ging ik wedstrijden kijken, heb ik van de Sar nog een penalty te nemen. Toen verloor de Graafschap met 8-0 geloof ik of zo. Ja. En de Graafschap was wel de club waar ik opgegroeid ben en waar ik ging kijken. Maar ja, waar ik gespeeld heb, Real, was wel fantastisch. En Schalke natuurlijk. Schalke heb ik lang gezeten. Mensen zijn ook gek van voetbal daar. Dus ze hebben eigenlijk weinig daar. Dus die kan wel veel voor die mensen betekenen. Dus dat vond ik wel een mooie club. Mooi, mooi. Mooi antwoord. Kijk, vraag. Wie is sterker, jij of Klaas, van Zakaria of Ali? Ja, Zakaria, dat is vragen naar de bekende weg. Dat is vragen naar de bekende weg. Ik heb nog nooit met hem gevochten, maar... Gaat nog wel komen. Als het moet een keertje, dan kan ik het zien. Ze vliegen binnen nu. Ik zie het maar. Gaan we de Champions League in... Noes, wat denk jij? Ja, hier hoef ik niet eens over na te denken. Ik ben vol van overtuigd dat wij gewoon Champions League ingaan. Yeah. Ja. Ja, toch? Zeker. Vorig jaar zijn we er niet in geweest. Dit jaar is het gewoon tijd om te shinen. Ja, zeker. Mohammed Al-Haroui. Ja, ik vind het een moeilijke. Hoe ga je om met tegenslagen? Even voor hem een advies. Hoe ga je om met tegenslagen? Ook voor mijzelf, want jij hebt al veel meegemaakt. Ja, nou kijk, niet altijd alles lukt. Dus uiteindelijk gaat het erom doorgaan en met dezelfde energie of nog meer opnieuw alles aangaan. En dan lukt het de volgende keer wel. Dus gewoon blijven gaan, eigenlijk. Dus dat wil jij meegeven, altijd blijven gaan? Altijd, ja. Nooit stoppen, laat je doorgaan. Niet stoppen, laat je niet tegenhouden door iets negatiefs. Maar ga er twee keer zo hard in en dan lukt het de volgende keer wel. Vasthouden, de aanhouder wint. De aanhouder wint. Mooi gezegd. Even kijken. Wat is je droomclub? Droomclub? Ja, in eerste instantie is het Ajax natuurlijk. Daar wil ik doorbreken, zeg maar. Nog niet, ik wil nog niet zeggen dat ik nu ben doorgebroken. Zeker niet. Maar waar ik uiteindelijk zou willen spelen, ik denk dat ik jou wil achtervolgen, zeg maar. Real Madrid. Ja, Real is ja. Mooi. Ja. Mooi stadion, mooi tenue ook. Ja, daar zou ik... Ik zeg Barcelona is ook... Ja, hoe was het dan als je tegen Barca speelde? Was je dan echt gewoon onder de indruk dan van het stadion, van de fans, van de spelers zeg maar, die daar bij Barca speelden? Nee, want je doet gewoon je ding, weet je wel. Dus je bent gefocust op prestatie, maar ze waren dat jaar wel goed. We verloren geloof ik 6-2 of zo. Dus het was geen leuke wedstrijd. Wat, je had 6-2 verloren? Ja, man. Oké. Maar is het niet raar dat je... Eigenlijk van tegen zulke grote spelers nu opeens weer terug gaat naar in de Eredivisie spelen. Dit is gewoon een vraag van mijzelf. Uiteindelijk gaat dat gewoon zo, weet je. Dat is een carrière. Aan het begin begin je ergens, dan maak je stappen, ga je steeds verder omhoog. Ja. En dan aan het einde
ja, ga je voetballen waar je wil voetballen. Ja, ga je weer een beetje afbouwen eigenlijk. Wie is de beste speler tegen wie jij hebt gespeeld? Van, even kijken, een vraag van Eyup Gaba. Nou, beste speler is denk ik Messi. Ook al was het niet de speler waar je zeg maar, qua positie tegen speelde. Maar ik vind het altijd lastig tegen de beste teams. Zeg maar. Als een team goed functioneert, dan is het lastiger. In Duitsland was het bijvoorbeeld bij München was altijd lastig. Ah, ja. Dan krijg je als spits ook minder ballen. Weet je wel? Dan ben je wat meer aan het verdedigen. Dat is minder leuk. Ja, zo heb je elke keer wel een ander team. Ik snap hem. Even kijken. Kom met iets, maar moet ik alleen maar vragen gaan stellen? Wat eten jullie op trainingskamp? Ja, even kijken. Die zag je ook, hè? Ja, ik zag hem ook net. Wat we eten, ja. Een beetje sportmaaltijden, pasta, vis. Oké. Okay. En voor wie ben je op het WK? Ik was voor Marokko. Ja, dat weet ik. Ik weet niet of dat nog. Dat telt nog gewoon, toch? Nee, dat telt niet. Hoe bedoel je? Ze zijn begonnen aan het WK daar. Ja, maar ze zijn er al uit, hè? Oké. Okay, dus die vraag is niet. Ze wisten al dat ze eruit zijn. Dus voor wie ben je nu? Ja, ik denk dat WK winnen Frankrijk wordt, dus dan ben ik gewoon voor Frankrijk. Ja? Ja. Ik voor Engeland. Hoezo? Ja, vind ik leuk. Die fans zijn helemaal gek. Nou, ik zou het leuk vinden als Engeland een keer wint. Verrassing. Frankrijk heeft al gewonnen 98. Met Zizou. Wie is de grootste lolbroek uit het team? De grootste lolbroek? Ja, we hadden er wel meerdere, denk ik. Hè? De grootste? Ja, de grootste. Wie maakt echt gewoon het meeste grappig bij jou? Gewoon de lolbroek, een beetje de clown van het team. Ja, kijk, David is wel een beetje grappig af en toe, weet je wel, maar hij is niet heel, hij is niet echt heel veel aanwezig. Nee. Dus dat is niet de grootste lolbroek. Nee, dus ik denk dat Hakim. Hakim was wel, was wel aanwezig. Hij was deze. Ja, hij was wel aanwezig. Even kijken. Wat was jouw beste wedstrijd ooit? Ja, die is lastig. Beste wedstrijd ooit? Van Darbra. Ik denk debuut bij het Nederlands elftal. Was lekker. Met 2 goals en 2 assisten. Maar ja. Met Schalke uit bij Real dat we wonnen. Was ook een heerlijke wedstrijd. Ja, zo heb je wel meerdere wedstrijden waar je een lekker gevoel aan over hebt gehouden. Nee, dat snap ik. Wat is je favoriete positie, Noes? Dat is wel een goede vraag. Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik heb zelfs niet eens met de trainer over gehad, dus... Kan je het nu vertellen? Dan kan hij ook eventjes meekijken. Indirect? Ja, indirect eigenlijk. Nee, mijn favoriete positie is... voorkeur gaat uit op middenveld. En waarom dat middenveld? Is voorkeur. Gewoon heel het middenveld vind ik gewoon echt lekker. Okay. Maakt niet uit of aanvallend of verdedigend. En ja, maar ik vind rechtsback ook geen verkeerde positie. Ook bijvoorbeeld in tegenwoordig voetbal zie je echt veel via de vleugelverdedigers veel kansen komen en zo. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Marcelo en zo, kijk, daar kan ik van genieten. Dus het is niet echt, het is niet bijvoorbeeld bij een, ja, ik wil wat zeggen, maar ik ga het beter niet zeggen. Het is bijvoorbeeld niet, het is niet saai meer, mm-hmm. Snap je? Je wordt niet overgeslagen of zo. Je wordt wel gewoon... Te veel aan het spelen. Ja, je wordt veel betrokken. Hey, mensen vragen wel veel over je baard, man. Ze zijn veel kritiek over je baard, hè? Ik lees het, man. Ik lees het, maar naar kritiek moet je niet altijd luisteren. Nee, ga je hem uiteindelijk niet afscheren? Tuurlijk. Ja, gaat hem echt langer laten of ga je een beetje bij... Ga maar op bijwerken af en toe. Ik heb nu een weekje niet bijgewerkt. Maar hij gaat er wel een keer af, maar nu nog niet. Ik vind het wel behaard, zeg maar. Ja, maar. Ja, maar. Hij moet iets net zoals die van jou. Ja, gewoon een beetje, toch, een beetje slordig zo. Ja. Maar dit is ook heel slordig. Nee, maar mensen... Wie heeft de betere trap? Sierig of Schöne? Bro, dat is een moeilijke vraag, man. Dat is echt een moeilijke vraag, hè? Je moet eigenlijk eentje teleurstellen. Ja, ik moet eentje teleurstellen. Dat kan niet. Dus je gaat voor politiek antwoorden. Wat? Allebei. Ik vind ze allebei goede trappen hebben. Even kijken. Jelle van Wijk voor Klaas-Jan. Oh, die is net weggaan. Dus kom snel met vragen, wacht.
Heb jij ooit bij AC Milan gevoetbald? Ja. Je hebt echt een serieuze carrière gehad, hè? Ja. Ik weet het gewoon niet eens. Hoe was het om daar te spelen? Ik weet het gewoon niet. Italiaanse voetbal, gewoon, ik was verdedigend, weet je. Wat was jij? Aanvallen is wat lastiger. Ze staan altijd tegen overtal. Oh, ik bedoel, je speelde veel via counter? Ja, was meer... aanvallend stond je in ondertal. Dus je was met 3 aanvallers tegen 5 verdedigers, 6 verdedigers. Ja, ik snap hem. Gewoon minder risico. Maar, veel 0-0 wedstrijden. Ja. Maar dan heb je acties nodig, toch? Ja, het is gewoon lastiger. Minder ruimte. Ja. Het is gewoon niet zo aanvallend. Niet zoveel risico. Wat vind je van je fanaccounts? Even kijken, is van Jaco Ampersen. Het is gewoon leuk. Zou het niet weten. Ja, leuk. Leuk. Ja, leuk dat ze meeleven. Ja, toch? Zijn fans van je. Wat zeg je? Dat zou ik niet weten. Ja, het is leuk dat ze meeleven. Ja, toch? Je ziet het niet altijd, maar af en toe komt er wel eens wat voorbij. Hey, je bent niet echt van de social media? Af en toe. Niet zoveel. Klopt. Even kijken, mooiste goal die jij ooit hebt gemaakt. Het gaat te snel, man. Mooiste goal die... Ja, je moet gewoon een vraag pakken en dan gewoon oplezen. Ik zie je hele dag scrollen. Ik probeer hem rustig te houden. Nee, je moet niet rustig. Gewoon. Je moet niet rustig, je moet gewoon even kijken. Mooiste goal is... volley tegen Real Madrid, was wel mooi. Thuis. Bij Schalke. Onderkant lat. Ja. Dat was jouw mooiste gewoon? Ja, dat was wel een mooiste goal. Oké. Even kijken. Wie uit de selectie heeft het meeste succes bij de dames? Oeh. Ja, het is moeilijk, man, want ik ben niet veel met veel boys, niet met iedereen, snap je, dat ik buiten Ajax om bijvoorbeeld de stad inga of zo. Dus wat ik zou denken, nee, maar dat zou ik echt niet weten. Jij? Wie denk je? Is moeilijk, hè? Ik zou het niet weten. Ik denk Mitchell Dijks, denk ik. Maar die is nu weg. Ja, Mitchell Dijks was sowieso. Maar hij is nu weg. Ja. Ja, hij was top daarin, man. Ken je dat je... Even kijken, wel een leuke vraag van Sander Baarslag. Okay. Dat je vroeger op een... ik weet niet, heb je op pleintjes gevoetbald? Ja. Yeah. Dat je vroeger op een pleintje voetbalde, dat je altijd iemand wou zijn. Dat je gewoon voorbeelden. Ja. Wie was jij altijd als je... Batistuta. Wie is dat? Ja, ik ken het niet. Ik kan het niet, maar... Ja, moet je maar eens kijken. Moet je maar eens kijken op... Batistuta. Nou, je was alleen hem. Dus als je, gewoon, als je een goede actie maakte, zei je Batistuta aan de bal. Meestal was het net iemand die gespeeld had, weet je. En dan ging je zelf voetballen. Ja. Er was dan een wedstrijd geweest en dan had iemand gescoord of zo. Was meestal een spits, nou, was ik die. Ah, oké, dus je was niet... Ze ligt er maar net aan wie je gescoord had. Oké, was dus een beetje succes. Ik was niet één succes supporter. Ja, was gewoon leuk. Gewoon. Met wie slaap je op de kamer? Dus? Ik slaap met Zeki Labiat. Tegen wie scoor je het liefst? En waarom? Je leest hem ook, hè? Ja. Nou, het liefst scoor je tegen Feyenoord natuurlijk. Ja? Of een belangrijke wedstrijd. Oké. Laatste vraag, bro. Oké. Je mag mij een laatste vraag stellen. Ga je voor een basisplaat dit seizoen? Ja, maar dit is toch een retorische vraag, of niet? Vind je geen leuke vraag? Dit is een retorische vraag. Zo, hé. Ik zou niet... Je hebt school gezeten. Ik zou niet... Ja, VWO is 6 jaar lang. 6 jaar lang? 6 jaar lang VWO. Man. Nee, ik zou niet... natuurlijk, ik zou niet zeggen dat ik voor een plaats op de bank ga of op de tribune. Natuurlijk ga ik voor een plaats op, in de basis. Mm-hmm. Welke club zou je naar Ajax willen spelen, als je mag kiezen? En Real Madrid? Meteen naar Ajax? Ja. Ergens in Italië of zo. Italië? Ja, dat was het maar. Je mag hem gaan afsluiten, broer. Hallo. Ja, jij mag hem afsluiten. Ik mag maar. Nou, jongens, dit was het. Leuk dat jullie hebben gekeken. Er waren een paar leuke vragen. En ik wil succes, bedanken. Succes, tot ziens. Yes. Ciao.